Beste amici, voor eerst wil ik mij verontschuldigen voor mijn stem. Maar meneer Poetin heeft mij blijkbaar gevonden en hij is poten met fluorona. Maar zoals het een echte coureur belichaamt, staat hij na elke val recht, bekijkt hij zijn breuken en wonden, doet hij het stof van zijn gehavende truitje en springt hij terug op de fiets. Dus ook ik zal ten strijde ten onder gaan of liggend genezen. Momenteel opteer ik voor het tweede. Ook wil ik me verontschuldigen voor deze in de haast opgezette opname. Mijn lieftallige PR-assistente moest zo dringend naar de kapper om te schitteren deze avond bij jullie. Een streepje in het boekje zetten van de goede punten, dat komt altijd van pas. Dus heb ik zelf nog mijn eigen uitgebreide contactboekje moeten bladeren en deze professionele cameraman van, het is weliswaar een van de cirkel, maar een coureur moet fietsen met de pedaal die hij krijgt, zeg ik altijd. Het is me gelukt en dat verdient spreekwoordelijk een pluim in mijn. Maar, beste amici, deze speech gaat niet over mij. Beste amici. Wat graag had ik deze speech in leefde leven voor jullie gegeven. Ik had hier zo naar uitgekeken om samen met jullie de start van het seizoen te vieren in goed gezelschap met lekker eten en een goed glas wijn. En om als een echte PDG jullie vrouwtjes eens dicht te trekken en een hartig en warm ontvangst te geven. Het voordeel is dan weer dat ik geen klap in mijn gezicht kan krijgen van een boze partner die tonele komt, omdat ik een opmerking maak over een tekort wiederkapsel of als ik vraag aan Jonas of hij nog heel huids is na dinsdagavond. Ondertussen best een tip voor Jonas, zet je gsm uit en steek het op de slechte wifi van het restaurant. Beste vrienden, u ziet hier een fiere voorzitter. Van een ploeg die elk jaar beter en beter wordt. Ook professioneel. En daar doe ik mijn best voor. Dit seizoen heb ik voor jong nieuw talent gezorgd. Een ander talent in spe heb ik topmateriaal bezorgd, heeft een beetje moeten wachten. En ondertussen heeft het wel ondertussen al beschadigd bij zijn eerste rit, maar dat hoort bij het leerproces, zeg ik dan. Voor de echt jongste toekomstige bloedtalent heb ik dan ook zelf gezocht. Nog een beetje geduld, het rit zit nog aan de maalflas, maar het was al sinds aangename contractbespreking. Ik denk dat dit ook nog een pluim verdient. Maar beste amietje, zoals gezegd, deze speech gaat niet over mij. Vier, ja, dat ben ik. Want welke ploeg kan zeggen dat hij zo'n wegkapitein heeft, die van elke rit een veilige rit maakt en alle obstakels op voorhand gaat opruimen. We hebben onze eigen drank- en foodmanager, die elk hapje en drankje op voorhand proeft, op gevaar van eigen leven. Maar om ons te vrijwaren van enige Russische inmengingen als dioxine en polonium. Verder, amici, hebben we ook onze eigen kinesist. Moet ik zeggen, hij heeft al meer naalden in zijn handen gehad dan al de chirurgen samen in Sint-Jan. We hebben ook een ploegdokter. Een topploegdokter, mag ik dan ook wel zeggen. Jawel, want nu hij zich laat omringen met vedetten als Van Nijs en deze dagen dikwijls vertoeft op menig partieeilanden en dit onder de noemer van een congres, mogen we spreken dus van een topdokter. We hebben ook onze eigen vliegende kok / barbecue-meester en steeds in pitaair. Onze eigen jolige blonde stand-up comedian zorgt steeds voor een lach en een traan en een lach op ons gezicht. Ik heb altijd al gezegd, als een cowboyacteur als president van Amerika kan worden, dan kan een komiek dat zeker. We hebben nu zelfs ook onze eigen piloot. Nu nog juist een jet zoeken, maar daarvoor ben ik ook aan het lobbyen. Jawel, want tijdens deze dagen van verplichte rust heb ik nog eens contact opgenomen met een bevriende ex-collega voorzitter. Die ondertussen is overstapt naar het voetbalgebeuren en zich dat al serieus beklaagd heeft. Hij heeft me bovendien al wat staaltjes opgestuurd, zoals jullie kunnen zien, wat we kunnen homologeren als ondersteunend materiaal. Ze kunnen zorgen voor die paar procentjes extra.
omdat ze zo het gat kunnen dichten naar de aardetop. Maar, Amici, heb hem wel duidelijk gemaakt dat we geen plaats hebben voor extra naamsponsoring. Die is volledig voorbehouden aan onze hoofd- en ook enige sponsor. Maar nog eens, Amici, deze speech gaat niet over mij. Zeker niet. Maar beste vrienden, vanavond laat ik dus de honneurs over aan mijn lieftallig vrouwtje. Soigneer ze, leg ze in de watten, maar maak wel dat ze nog kan terugkomen of wel terugkomen. De voorzitter zal jullie indachtig zijn. Mag ik ook vragen om Jan in het oog te houden? Want hij herkent in haar menig andere obscene vrouwen. Ik ben er zeker van dat jullie een topavond zullen beleven. Met topflapse keuken, met een leuke twist. Met klits en glamour, zonder de krokodillentranen en fake smiles weliswaar. Maar met echte vriendschap. Neem het glas, vrienden, en laat ons samen klinken op het nieuwe wielerseizoen zonder tegenslagen, maar met veel plezier. Bij mij is het wat anders dan bij jullie, want onze ploegdokter heeft gezegd dat ik elke dag ter bevordering van het genezingsproces mijn ochtendurine moet drinken. Tot binnenkort, je voorzitter, Santé. Kut. Dat is goed, hè? We zijn er zelf voldaan van. De camera is toch uit, hè, nu? Die man zit daar zelf nu vol te vreten en te drinken. Maar ze moet niet afkomen met de rekening, hè. Dat zou niet pakken van deze keer. En dat ze mij door de poten van mijn vrouw blijven. De eerste die ik betrap, vliegt er buiten. En nu ga ik die een buchtje wegkappen en mijn koepje inschenken zien.